1, 2, 3, let it rip. Hey, hey, ben je klaar voor een update? Dit is Beyblade. Zo cool, zo sterk, wat je nooit vergeet. Dat kan alleen maar bij Beyblade. Spin naar de top. Spin, geef niet op. Let it rip. Shogun Steel, dit is de toekomst. Je weet het, de nieuwe generatie van bladers. Nog sterker, nog sneller. Combineer je beest en word de helden. Spin naar de top. Spin, geef niet op. Let it rip. Shogun Steel, nieuwe strategie, let op je balans. Domineer en creëer weer een nieuwe kans. Onverslagen, dat maakt wel indruk. Want zolang je wint, kun je nooit meer stuk. Let it rip. Dit kan alleen maar bij Beyblade. Vorige keer in Beyblade. Shinobu neemt Sakio's uitdaging aan, maar zijn ninja salamander wordt door Sakio's Ronin Dragoon verslagen. Hij is een zware tegenstander en zijn Dragoon raakt heftig in gevecht met Zero's Ifrit. Zero wil zijn special move lanceren, maar de rots waarop Ifrit ronddraait kan de kracht die hij ontwikkelt niet aan en knalt uit elkaar. Ifrit stopt daardoor met ronddraaien en het gevecht is voorbij. Sakio en Dragoon hebben gewonnen. Zero is ervan overtuigd dat hij gewonnen zou hebben als zijn special move Dragoon had geraakt. Hij zegt dat hij in een Cyclone B-stadion het gevecht wel zou hebben gewonnen. De zelfverzekerde Sakio denkt dat niet, dus de volgende keer zullen ze in een Cyclone B-stadion vechten. Hij vertrekt en belooft Zero dat hij de winnaar zal zijn. De gepanzerde Gohan. Beyblade-stad. Zijn we er allemaal? 1, 2, 3, 4. Jullie hebben allemaal verloren van Sakio Kurayami en Ronin Dragoon. Ik weet dat het jullie eerste gevecht was tegen een omgekeerde rotatiebeen. Maar dat is geen excuus om van hem te verliezen. Jullie verloren omdat je te overtuigd was van jezelf, begrepen? Maar ik snap natuurlijk heel goed waarom jullie je allemaal zo teleurgesteld voelen. Er is maar één manier om daar overheen te komen. En dat is trainen en blijven trainen totdat je zo sterk wordt dat je nooit meer verliest. Begrijpen jullie allemaal goed wat ik zeg? Ja, laten we meteen beginnen. Oké, eerste warming up. 100 rondjes door het park met een band om je middel. Klopt niet. En dit is ook al fout. Verrassingsaanval of niet? Mijn verlies tegen Sakio was totaal onnodig en vernederend. Omgekeerde rotatie. Er is echt nergens informatie over die beet te vinden. Of het nou omgekeerde rotatie of iets anders is, zolang ik informatie kan vinden, verlies ik niet. Maar ik heb informatie nodig. Nee! Kan niet! Barst! Grote broer, gaat het wel? Ik denk dat je even pauze moet nemen. Hier, je zult wel dorst hebben. En ik heb ook een boterham meegenomen. Ik heb hem zelf gesmeerd. Ik dacht dat je wel honger zou hebben, want je hebt de hele dag nog niks gegeten. Ga toch weg! Grote broer! Laat me maar eventjes alleen, kleine broer. Wilt u mijn been maken? De mijne ook. Alsjeblieft, mevrouw Madoka. Moet je deze zien? Ik heb de mijne snel nodig. Hé, één tegelijk graag. Wat is er met jullie beest gebeurd? U zult het niet geloven. Moet je deze been zien? Laat me eens kijken. Deze ziet er heel slecht uit. Huh? Hoe komen jullie beest allemaal zo beschadigd? We waren aan het bleden in het park toen een man, die we nog nooit gezien hadden, zich begon te bemoeien met onze gevechten. Hij versloeg ons gewoon allemaal. Is dit waar? Hij is echt heel sterk en hij stopt niet met vechten totdat de been van zijn tegenstander helemaal gesloopt is. Die bleder die jullie zagen, hoe zag hij er precies uit? Nou, om te beginnen was hij heel groot. Ja, en de been die hij gebruikte noemde hij Bandit Golem. Bandit Golem, hè? Huh? Ja, nu ben ik aan de beurt. Kun je dit maken? Wat? Niet duwen! Jongens! Hallo, Eight. Jij en je broer moeten oppassen. Huh? Waarom? Die man die onze beest sloopte, had het over jullie. Is Kai Unabara hier aanwezig? Waar is hij? Zeg op! Hij was zeker op zoek naar mijn broer. Ja,
Maar je moet wel oppassen. Straks loopt hij jullie bees ook. Ha, maak je om mij maar geen zorgen. Huh? Bandit Gollum. Dus het was niet die omgekeerde rotatievent. Maar waarom is hij op zoek naar mijn broer? Ach, mijn broer verliest toch niet. Wie zijn tegenstander ook is. Hoewel, ik maak me op dit moment wel zorgen om hem. Nu al moe? Als dat zo is, dan gaan jullie het nooit winnen van Dragoon. Kom op, Dan! Oké, zo mag ik het horen, Ren. Ga nog maar even door. Benke, jongens! Hm? Problemen? Chef Madoka! Wat is er? Huh? Daar is hij! Stop nou toch, alsjeblieft! Mijn arme B, nee! Dit is te gemakkelijk. En wie nu? Daar ben je! Huh? Jij bent de bleder die hier overal problemen veroorzaakt, of niet soms? En stel dat dat zo is, Yogi. Wil je dat ik jou verpletter, net als al die anderen? Wil je dat? Ik hoorde dat jij op zoek was naar een grote... op zoek was naar Kite Unabara, dat bedoelde ik. Waarom zoek je hem? Waarom denk je, maat? Zodat ik hem kan verslaan, natuurlijk. Hem verslaan? Ik heb gehoord dat Kite Unabara de sterkste bleder hier is die een verdedigingssoort B gebruikt. Dus ik wil hem verslaan als bewijs dat ik gelijk heb. Bewijs dat mijn B overal de sterkste is. Het is de sterkste verdedigingssoort B. Hij heet Bandit Gollum en hij werkt voor niemand. Huh? Ken jij Kite Unabara? Normaal zou mijn broer nooit verliezen van zo'n vent als hij. Maar op dit moment is hij niet in orde. Nou, ken je hem? Geef me eens antwoord. Ik ben het. Ik ben het. Ik ben Kite Unabara. Wat? Sakio was genoeg. Ongelooflijk dat er weer zo'n druktemaker opgedoken is. En hij stopt niet met vechten voordat hij de B van zijn tegenstander gesloopt heeft. Hij is een schande voor alle bleders ter wereld. Maar wie die ook is, we moeten hem snel zien te vinden. Ja, we kunnen hem niet zomaar door onze stad laten lopen. Ik had nooit verwacht dat Kite Unabara zo'n klein ventje zou zijn als jij. Mijn naam is Yoshio Iwayama. De sterkste bleder ter wereld met de verdedigings-B. Nee. Mijn naam is Kite Unabara en ik heb de sterkste verdedigings-B. Het is niet nodig dat mijn grote broer vecht tegen zo'n vent als hij. Ik versla die lompert zelf wel. Ja, daar gaan we. Kom maar! 3, 2, 1, let it rip! Zo'n zwakke aanval is zinloos. Die heeft helemaal geen effect op Gollum. Ik ben nog niet klaar. Ja, mooi. Go, go, go. Juich niet te vroeg, jochie. Nu is het mijn beurt, oké? Kom op, laat maar eens zien hoe goed je kunt verdedigen. Wat is er? Is dat alles? En jij vindt dat jij de sterkste verdedigingsbeen hebt? Mond dicht! Dit gevecht is pas net begonnen! Go, Orochi! Huh? Het lukt hem om zijn balans weer terug te vinden. Maar zijn verdedigingswerk is zo zwak. Kom op! Geef niet op, Orochi! Je hebt tegen me gelogen, kleintje! Huh? Jouw been is geen verdedigingssoort, of wel soms... Volgens mij ben jij Kite Unabara helemaal niet. Waar heb je het over? Ik ben Kite Unabara. Huh? Dat is Eet. Hey, hoe gaat die Eet? Huh? Wat ben je daar aan het doen? Eet, hè? Nee, ik ben... Eet? Wie is die grote vent? Hey, dame, ik ken jou niet. Ha, ik wist het. Broertje, als je tegen mijn grote broer wilt vechten, zul je eerst mij moeten verslaan. Ha, zo zit het dus. Nou, ik ben totaal niet in jou geïnteresseerd, maat.
Verpletter hem! Bandit Gollum! Bandit Gollum? Dus dat is die blader. Nu niet opgeven, Roachie. Maru, die bee. Het is een typische verdedigingssoort bee. Hij stoot de aanvallen van zijn tegenstander af met zijn gepantserde trapezevormige warrior wheel. Maar als hij aanvalt, zorgt de dikte en het gewicht van zijn warrior wheel voor een sterke, verwoestende kracht die heel moeilijk te bestrijden is. Wow, dat was een zware aanval. Het lijkt wel of de bee met een hamer geslagen wordt, elke keer weer. Oh, ik moet nu echt alles geven. Go, Roachie! Kom erop, Gollum, de sterkste verdedigingssoort bee, stop je wel. Helemaal niets, broertje. Ik hoorde dat je flink gewond was geraakt. Nou, niet echt gewond. Kijk maar. Is dat alles? Ja. Wat is dit, jongens? Ik heb niks verzonnen, hoor. Je hebt blijkbaar zelf verzonnen dat hij zwaar gewond was. Maar mijn roodje is gesloopt. Huh? Wat gemeen. Waarom ben je eigenlijk gaan vechten en heb je gezegd dat je mij was? Nou, ik dacht ik val je niet lastig met zo'n onbelangrijk gevecht. Oké, maar waar is hij gebleven? Grappig dat je dat vraagt. Zeg tegen Kaito Nabara dat als hij wraak wil nemen voor zijn broertje, hij morgen naar de B-park moet komen. Dan zal ik iets bewijzen. Ik zal bewijzen dat de sterkste verdedigingsbee mijn Bandit Gollum is. De sterkste verdedigingsbee? En? Wat ga je doen, Kite? Dat lijkt me duidelijk, Zero. Ik kan niet wegblijven terwijl mijn broertje gewond is. Grote broer? Hij is een pestkop. Hij zal er nog spijt van krijgen dat hij dit genie heeft uitgedaagd. Gelukkig heeft Maru informatie verzameld. Deze bee heet dus... Hij heet dus Bandit Gollum. Let it rip! Ik zal niet weer verliezen. Perfect onderzoek en perfecte tactiek zorgen voor een perfecte overwinning. De sterkste verdedigingsbee is deze Guardian Leviathan. Ga nu, Leviathan! Hier. Huh? En ik heb dit, als je daar zin in hebt. Ik dacht, hij heeft vast honger, dus heb ik nieuwe gemaakt. Ik weet niet of ze lekker zullen smaken, maar ze... Oh. Is het echt lekker? Het spijt me, Eet. Ik had niet tegen je mogen schreeuwen. Grote broer. Als ik gevochten had toen ik zo kwaad was, had ik verloren. Volgens mij was je daar al bang voor, of niet? Een beetje. Maar het gaat nu goed met mij. Ik beloof je dat ik niet meer uit mijn dak zal gaan. Nooit meer. Ik zal het hem betaald zetten dat hij jouw bee heeft gesloopt. Fantastisch! Die boterhammen van jou smaken lekker, zeg. Het kan niet waar zijn! Dit was tijdverspilling. Zijn er hier dan geen goede tegenstanders? Ben jij Yoshio? Ik ben gekomen om tegen jou te vechten. Mijn grote broer geeft je een flink pak slagen en zal je verslaan. Dus jij bent de echte Kaito Nabara?
Ik zal je verslaan en bewijzen dat mijn golem de sterkste verdedigingsbee is. Dat is mijn missie. Nu ik alle informatie die ik had perfect uitgezocht heb, ben ik klaar. Leviathan kan dit gevecht niet verliezen. Ik zal je verslaan, hoor je me? Doe het, grote broer! Oké, het gaat bijna beginnen. Dit gaat je lukken, Kite! Je gaat dit makkelijk winnen! Bedankt, jongens. Eindelijk ontmoeten we de Blader die Bandit Golem heeft. Yoshio Iwayama, hè? Dus hij is degene die de hele stad op stelt heeft gezet. Kom op! Ik pak je terug omdat Eight verloren heeft! Als je dat lukt tenminste. 3, 2, 1, Let it rip! Val aan, Leviathan! Oké. Volgens mij heb jij wel zin in een gevecht. Jij ook! Go, Leviathan! Nu snap ik het. Jouw bee heeft een dik gepantserd schild. En met zijn dikte en gewicht worden die aanvallen nog gevaarlijker. Maar zelfs de dikste muur blijft alleen maar overeind als hij een goede fundering heeft. Dat is een feit. Ja! Wat een onzin allemaal! Golem! Oh ja! Ja! Geweldig hoe hij die zware hamerachtige aanvallen ontwijkt. Mooi gedaan, grote broer! Ik ontwijk gewoon al zijn aanvallen en ga door met mijn verrassingsaanvallen. Daardoor loopt Golem kleine deukjes op en zal hij langzaam zijn uithoudingsvermogen verliezen. Ik heb alweer een perfecte strategie. Ik ga hier vandaag winnen. Maar ik vraag me af of alles wel blijft gaan zoals jij gepland had. Wat is dit? Het echte gevecht begint nu, dus wakker worden. Dit is heel vreemd. Wat? Huh? Wat is er, Maru? Zelfs na al die zware aanvallen achter elkaar is de kracht van Golem nog helemaal niet afgenomen. Eigenlijk is zijn kracht en snelheid zelfs nu nog groter dan toen hij daar straks tegen Orochi aan het vechten was. Huh? Maar wat is hij dan van plan? Wat gebeurt hier allemaal? Wacht even. Toen je daar straks tegen Eight vocht, heb je lang niet alles gegeven. Mijn enige doel is die verdedigingsbeen van jou. Ik gebruik tegen andere soorten beest niet mijn volle kracht. Dus de informatie die ik had, heeft helemaal geen zin meer? Denk na, ik moet onmiddellijk de limiet van Golems uithoudingsvermogen zien terug te brengen naar level 4. Verhoog de kracht van de aanvallen met 20%. Heeft geen zin. Die aanvallen van jou hebben totaal geen effect op Golem. Maar het idee om jouw uithoudingsvermogen te verlagen met verrassingsaanvallen is geen slecht idee. Dus ik ga nu jouw strategie gebruiken. Dat is niet fair! Wat ben jij van plan? Dit gaat fout. Hij gaat proberen om Leviathan vast te zetten in het midden van het stadium. Maar als hij daar vast zit en niet meer kan bewegen, wordt hij gewoon een schietschijf! Kom op, Kite. Ik vraag me af hoe lang je dit gaat volhouden. Ga nu, Golem. Ga maar eens lekker met hem spelen. Nee! Grote broer! Ook al is Leviathan een verdedigingssoort, dit gaat fout. Hij gaat het nooit heel lang volhouden met al die zware aanvallen. Geef niet op, oké, Kite? Vertel me eens, Kaito Nabara. Hoe voelt het om verslagen te worden door je eigen strategie? Ik zal nooit opgeven, hoor je me? Oh nee, Kaito begint door te draaien. Er is niks met hem aan de hand. Huh? Dat weet ik, want hij heeft me wat beloofd. Hij heeft aan mij beloofd dat hij nooit meer uit zijn dak zou gaan. Ik weet zeker dat mijn grote broer nog een tactiek heeft. Ik zal hoe dan ook niet verliezen. Oh nee, het is afgelopen met jou. Voor jou is het nu afgelopen. Jij onderschat mij, Leviathan. Wat is dat? Wow! Hij heeft de aanval van Golem tegengehouden. Dit is het. Ga nu. Dit kan niet. Golem wordt achteruit geduwd. Ha! Waarom denk je dat ik al die aanvallen over me heen heb laten komen?
komen? Jij was zo met jezelf bezig dat je iets vergat. Dat als Gollum aanvalt, zijn kracht en snelheid afnemen. En op dat moment wacht ik dus. Ik zei toch dat mijn grote broer geweldig was? Dit gaat je lukken, Kite. Blijf doorgaan totdat je me eruit hebt geduwd. Maak het af, Leviathan! Wat? Het lijkt erop dat jij ook niet meer verder kunt. Doe het, Gollum! Mijn grote broer heeft verloren. Dit kan niet. Heel jammer voor jou. Na zoveel zware aanvallen van mijn Gollum vandaag, werd jouw Warrior Wheel kwetsbaar. Maar daar had jij natuurlijk geen rekening mee gehouden, of wel soms? De sterkste verdedigingssoort B is mijn Bandit Gollum. Bandit Gollum. Deze B is dus niet door de BBBA gemaakt.